Voordat ze me eindelijk mandje. Ja, mijn naam is Berry van Elder en ik ben landschapsarchitect. Ik heb mijn eigen bureau en voor Karres en Brands werk ik al sinds 2015 denk ik aan Hart van Zuid. Waar we vooral werken aan de openbare ruimte en waar we tegelijkertijd ook proberen te duwen tegen de stedenbouw. Vanuit mijn rol als ontwerper voor de openbare ruimte zijn wij samen met andere leden van het team van Hart van Zuid gevraagd, ook door Aardtenders, om mee te denken voor het initiatief voor het NIMG Smitplein. Dat is belangrijk, want in de publieke ruimte is een kunstwerk van dit formaat eigenlijk altijd anders. Dat moet niet alleen mooi en fantastisch zijn en de aandacht trekken, maar het moet ook voldoen aan beheer. Het moet zich houden in weer en wind. Er moet rekening gehouden worden met de terrassen, met de calamiteitenroutes enzovoort. Dus is het heel belangrijk en goed dat bij dit soort goede initiatieven dat je toch ook even vanuit allerlei disciplines meekijkt naar wat het zou kunnen zijn. Het is eigenlijk ontzettend veel moeilijker om een goed kunstwerk in de openbare ruimte te maken dan in een museumruimte. Dat is echt zo. Wat belangrijk is aan dit soort publieke ruimtes en de initiatieven die daarin plaatsvinden, is dat je moet realiseren dat dit gemaakt wordt in een buurt waar mensen niet altijd evenveel te besteden hebben. En waar tegelijkertijd nu wel functies komen waar je soms een kaartje voor moet kopen of waar verwacht wordt dat je er een kop koffie drinkt. En dan is het toch ontzettend belangrijk om in die openbare ruimte ontmoetingsplekken te maken die aanleiding geven, bijvoorbeeld voor kinderen om te spelen, waar je van kunt genieten, waar je op een bankje kunt zitten met een boekje, zonder dat je daar meteen geld aan kwijt bent, zodat het ook plekken worden die voor iedereen betekenis hebben.